Ik vind dat leuk. Ik ben blij. En ik vind het leuk dat ik een schoolpakket heb gehad. Dank u wel. Kwaliteit van het onderwijs als een van de belangrijke doelen moet gegarandeerd zijn. Dit is het streven van de UNSDG-ambassadeurs met het schooltassenproject. Dit project dateert van 2008, waarbij er 250 tassen zijn gedoneerd aan leerlingen. Dit jaar zullen er landelijk 40.000 schoolpakketten verstrekt worden. De start was op woensdag 11 september. Vandaag staan we hier de launch van het schoolpakkettenproject, georganiseerd door de UN-SDG-ambassadeurs. Collega, wederom een mijlpaal. Ja, wederom een mijlpaal, maar niet zomaar. Het Caricom Youth Ambassadeurs Programma, en daar kijk ik naar mijn collega, Georgette Groot van. Wij ondersteunen dit project met z'n allen, met name met ons korps. Dankzij de regering Bouterse Adin, die natuurlijk weten waar de noden van onze jongeren zitten. En natuurlijk als wij als jongeren aankloppen, dan zegt de president Desiree Delano Bouterse, natuurlijk, ik ondersteun jullie. Mag ik een applaus voor de president? En ik weet dat dit project al een aantal jaren gaande is. Het is begonnen met Melvin Bouva, nu de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, tezamen met de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Bigri, die toen met dit idee zijn gekomen om kansarme jongeren, jongeren die een beetje minder beduld zijn, om ze zeg maar een duw in de rug te geven. En vandaag mogen jullie jongeren met de ondersteuning van deze regering, met de organisatie van de UNSDG ambassadeurs, Panza, en ze werden, mogen jullie straks een schoolpakket in ontvangst nemen. Maar niet zomaar. Dit schoolpakket moet eigenlijk een symbool zijn dat wij deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gerealiseerd willen zien. En als we kijken naar doel nummer 1, geen armoede. En we kijken naar doel nummer 4, quality education. Ja? Dan is dit de eerste stap. Maar de tweede stap, en het is de belangrijkste stap, als je het aan mij vraagt, jullie willen, als jullie willen studeren, als jullie naar school willen gaan en iets willen worden in deze mooie maatschappij, Suriname. Als jullie Sipaluwe niet verder in ontwikkeling willen brengen, dan moeten we naar school. Ook ik ben naar school gegaan en ik ga nog steeds naar school. Dus jongeren van Suriname, laten we dit moment met z'n allen aangrijpen en het beste van maken. Succes! Ik wil je deze tas aanreiken en je eigenlijk de boodschap geven om niet te stoppen met je schoolcarrière. Ga door. Laat iedereen van het district trots op je zijn. Want jij bent iemand van Sipaluwini. En hier hebben we het gedaan. En deze tas moet zorgen dat de toekomst voor jou breder en beter wordt. Goed? Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Welke sinds 2008 is geïnitieerd door Melvin Bouva en de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak Bigri. Dit project is een handreiking aan de jongeren en ouders om tenminste aan één van de 17 Sustainable Development Goals te voldoen. Dat is doel nummer 4, Quality Education. Laat dit pakket maken
dat Sipaliwini over een paar jaren piloten heeft. Laat dit project maken dat Sipaliwini over een paar jaren leerkrachten heeft. Laat dit project maken dat Sipaliwini over een paar jaren meerdere DC's krijgt. Laat dit project maken dat Sipaliwini, dat er een president zelf uit Sipaliwini komt. Ik wil aan de jongeren zeggen dat ze verder moeten studeren, verder naar school moeten gaan met wat ze hebben gekregen. Ja.